Onderwijsminister Henry Orrie zegt dat er geïnvesteerd moet worden in een systeem waar data te verkrijgen is over het onderwijsgebeuren. Vanmorgen, voor aanvang van de vergadering van de ministerraad, zei de bewindsman dat data essentieel is voor het onderwijs. Daarom is het belangrijk dat wij als ministerie nu investeren in dus, het EMS-systeem, zoals het mooi heet, waardoor je gerichter data kan halen uit ook wat kost onderwijs ons, de financiële kerngetallen, wat kost een leerling ons in het lager onderwijs, beroepsonderwijs. We moeten veel meer de datastructuren in kaart brengen om besluiten te nemen en ook een verantwoording geven naar parlement en de samenleving. Wat we met die investeringen doen voor onderwijs en wat brengt het werkelijk op. Dus dat zijn investeringen die we nu doen en het zal de komende tijd alleen maar ons beter helpen het onderwijsbeleid te evalueren en de juiste keuzes maken. Want je moet weten hoe zit het doorstroomsysteem eruit vanuit primair onderwijs, secundair onderwijs. Wie gaat naar de academische vorming, wie gaat naar de beroepsvorming. Die data is essentieel voor Suriname. De minister geeft verder aan dat doorstroomproblemen blijvend zullen zijn binnen het onderwijsproces. Echter pakt het ministerie de zaak anders aan dit jaar, waardoor er minder klachten worden verwacht.